Zoek je nog coins voor spelers als Ronaldo, Messi of Slatan? Ga dan naar www.justfifacoins.nl gebruik de code HART, alle hoofdletters, voor 5% korting. Welkom mensen tegen nogal regenachtige zaterdag, terwijl ik bijna mijn eigen Red Bull omgooi? Dit is een nieuwe rx Career Moment en ik wil zeggen, als deze video weer 300 likes slaan, dan ga ik weer werken aan de volgende. Het duurde even voordat ik deze had, maar ik heb een enorm drukke week achter de rug. Meerdere deadlines gehad, presentaties gehad. Uh, wat natuurlijk heel leuk is en natuurlijk hoort bij een studie. Weet je hoe drukker het is en hoe vaak je je beter voelt wanneer je het allemaal klaar hebt. Maar goed, um, ik ga niet al te veel over school hebben. Ik, uh, ik wil jullie ten eerste nog wel enorm bedanken voor uh, de video die ik als laatst uploadde. Dat was mijn verhaal over mijn middelbare school slash begin van mijn studietijd. En ook gewoon hoe dat voor mij mentaal was. En dat werd echt insane hoe dat vangen heel veel mensen... Um, liet er wel iets achter van. Ik, ik, ik kan me hier verplaatsen. Of mensen hadden gewoon heel veel respect voor. En ook, ook gewoon heel veel mensen. Waarvan ik niet verwachtte dat ze het zouden zien. Uh, Keken het. Bijvoorbeeld uh, Vincent. Jullie kennen hem waarschijnlijk wel. Oftewel de Dutch Rams, die, Hij heeft 35 K subs of zo. Je kent hem wel. Um, en ook Joris. Oftewel ParadoxiaD. Die misschien sommigen van jullie niet kennen. Omdat hij al een is gestopt. Maar um, hij, hij heeft mij geholpen met de start van mijn kanaal. Een ja, ruim een jaar geleden nu. En daar ben ik hem nog steeds enorm dankbaar voor. En gewoon. Bepaalde mensen waarvan het heel veel betekent voor mij. Maar goed, in ieder geval. Ik moet het even over Career Mode hebben, natuurlijk. Ik moest de eerste wedstrijd tegen Pack Zwolle. En ik weet gewoon dat Pax Zwolle voor Ajax-Wise altijd lastig is. En ik merkte ook dat ik het wel moeilijk mee had. Want ondanks dat ik vrij veel naar voren toe speelde... merkte ik dat die verdediging vrij solide stond. En ze hebben natuurlijk Lekoki op de vleugels. En Neestiet in de spits. En ik moet zeggen dat ze met Neestiet een goede aankoop hebben gedaan. Want hij was vrij balvast. Zeker in deze wedstrijd tegen mij. Maar toch had ik hier een kans. En ook gelijk een goal. Ik wist de bal bij Sivkovic verrijgen. Sivkovic zo'n natuurlijk. Waarom zeg ik Sivkovic? Nou, omdat jullie het daarover hadden de vorige keer. Ik vroeg jullie namelijk: wie moet ik opstellen? Sivkovic of Siktorson. En jullie zijn massaal Sivkovic. Dus ik bepaal sloot. Oké, Sikterson krijgt nog één kans. En aan het eind van de aflevering bepaal ik wat ik met hem ga doen. Maar hier is zo'n specialist. Schön scoort de vrije En Zorgt ervoor dat wij op 2-1 voorkomen. Een heerlijke goal van hem natuurlijk. En hij zorgt ervoor dat hij zijn eerste doelpuntje van het seizoen meepakt. Zeker dat hij eerder in de wedstrijd al een grote, grote kans had gemist. Van ongeveer 19 meter die vrije trap mikte hij toen naast. Maar nu weet hij weer in te krijgen. En zo winnen we met 2-1 van Pax En je ziet wat dat betekent voor de spelers. Want Pax is toch wel een beetje een angstgegner voor Ajax. Je weet wel, we verloren met 5 en 1 de beker van ze. En daarna we hebben de Supercup van ze en onlangs speelden we nog gelijk tegen ze. Dus je weet, Packswollen is gewoon lastig en dan ben ik ook heel trots op die overwinning. Maar dan komt de uitwedstrijd tegen Dordrecht Niet het moeilijkste team, maar nog zeker een overwinning opleveren dit jaar. Ik ben ook besloten met het B-team, daar was vele Brasiljovic nog in zag: El Ghazi, Bazoor, Duarte. Weet je wel, gewoon een beetje het B-garnituur op dit moment. En we speelden erg goed. Niet heel veel kansen. Maar we speelden heel erg aanvallend. De combinaties waren goed. En we krijgen hier ook een eerste goal via Ogazi. En dat we de bal een beetje rond speelden. Om besloten voor de makkelijke oplossing te gaan. Bazour weet van zichzelf dat hij niet de beste schutter is. En besluit de bal aan Ogazi te geven. Die er binnen kan glijden voor zijn eerste goal van de competitie. Maar dan is Milligan aan de bal die hier net is ingekomen. Geeft de bal aan Bazour. Die weet een brede geven op Ogazi. En die is helemaal vrijgelaten door zijn man. Snijdt nog naar binnen. En finest hem lekker binnen voor de 2 tegen 0. Pakt zijn tweede van de wedstrijd. En ook zijn tweede goal van de competitie natuurlijk. Wat voor hem hartstikke fijn is. Want een jongeling op rechtsvoor zeker in het Ajax team heeft gewoon vertrouwen nodig. Heeft dat zelfvertrouwen nodig en dat creëert hij zo door goaltjes te scoren. Helemaal prima natuurlijk. Een 2-0 uitoverwinning tegen Dordrecht staat nooit verkeerd. En dan hebben we natuurlijk nog het probleem Silsa. Silissen wilde weg. En jullie hadden een beetje een gemixte reacties. Hou Silissen, verkoop Silissen, hou Skiffé, hou Butland. Ik besloot om Silissen te houden. Ik heb wel wat aangepast en dat is Kovic voor het voortaan in de basisopstelling staat. Steve soms speelt voortaan mee met het B-team. Fischer staat nog steeds op de vleugels samen met Schöne. Maar jullie zullen het teamverslag nu zien. En jullie zullen een paar opvallende dingen zien. Zoals Nathan Aké okay, bijvoorbeeld geweldig bezig. Heel veel statistieken al plus 2 aan het doen. En ik zie ook zeker een mooie toekomst voor hem. Mooi zonder wordt al wat minder. En ik zal zeker voor vervanging moeten letten op hem. Misschien in de winter al. Ik heb geen idee hoe ik dat aan ga pakken. Maar sommige spelers groeien vooral op het mentale vlak. En dat is mooi, want heel veel mensen zeggen dat Ice problemen heeft op het mentale gebied. Dat ze soms niet door weten te pushen. Nou ja, ze groeien op het mentale gebied, dus dat is alleen maar mooi natuurlijk. Maar Sivkovic is op zijn 18 al twee hey, punten gegroeid. is nu 71 graded. Nou, Daarnaast ben ik ook van plan om Muric wat meer in te gaan zetten, want dat lijkt me ook wel een aardig talent. Net als Richo, Ri, Ricardo, Bas, ik, ik weet het niet. Bazoor in ieder geval. Dit is natuurlijk de overkoming van PSV. Daarna zou Anderson ook al omhoog, wat erg fijn is. Want ik zie zeker ook voor hem een grote toekomst bij Ajax. Zeker een van de vaste centermists naast de Klaassen in de nabije toekomst. Veldman is al wat minder geworden, maar het komt door een blessure. En die zal dus zeker wel weer aankomen. Maar het einde van de aflevering nadert alweer. En ik wil weten: wat vinden jullie tot nu toe goed en wat willen jullie anders in deze mode? Laat het me we wel weten in de reacties. Haat trouwens niet op Ajax, mensen. Ik heb respect voor al de clubs. Feyenoord, PSV, Utrecht, Twente, Heerenveen, Galatus Schrijf, Veen en Bartje. Ik respecteer ze allemaal. It's just banter. Ik zie jullie later. Doei!